Hallo allemaal, Dieter hier van Blackish University. We staan hier momenteel in Gent, in het Zwijnaarde Industriepark. Je kan het misschien niet lezen, want het staat omgekeerd, maar we staan aan het Argenix Meeting Center. Dat is hier eigenlijk dus de headquarters van Argenix, een zeer groot Belgisch biotechbedrijf. Momenteel denk ik een van de grootste bedrijven op de Belgische beurs. En eigenlijk wil ik een klein verhaaltje vertellen. Het is zeer relevant voor beleggers en ik denk dat het wel een leuke anekdote was. Dus daarom zijn we speciaal naar hier gekomen. Kijk, dus Argenix, ongeveer 5-6 jaar geleden, werd ik uitgenodigd voor een kleine presentatie hier vlakbij bij de KBC Bolero-toren. En in de KBC-toren, daarin werd eigenlijk een presentatie gegeven door meerdere biotech-directeurs. Ja, de ene CEO na de andere kwam daar zijn pitch geven, onder andere de CEO van Argenix. En we waren eigenlijk echt blown away door die presentatie. De presentatie was gewoon supergoed. En Tim van Ouwermeijer, de CEO, die kwam echt vol zelfvertrouwen over, die wist waarover hij sprak. En we hadden eigenlijk een zeer goed gevoel bij Argenix op dat moment. Nu, het aandeel noteerde toen rond de 10 euro. Ondertussen weet u wel dat Argenix rond de 300 euro noteert, dus dat is een maal 30. Maar helaas hebben ik toen geen aandeel gekocht. Nochtans gingen we weg van die presentatie. Met echt, we hebben het tegen elkaar nog gezegd van we moeten echt aandelen kopen van dit bedrijf. Want we hebben allebei een supergoed gevoel bij de CEO. En ons instinct zei echt dat dit gewoon het beste biotechbedrijf van België kon worden. Nu ook belangrijk om te weten, op dat moment sprak iedereen constant van Ablinks. Ablinks was eigenlijk het... op dat moment het belangrijkste biotechbedrijf van België, voor het meest beloftevolle. En de financiële media en de kranten schreven constant over Ablinks, Ablinks, Ablinks. Maar iedereen vergat ondertussen Argenix. En het grappige is, Argenix werd opgericht door Tim van Ouwermeijer. En dat is eigenlijk een ex-Ablinks werknemer. Die heeft eigenlijk besloten om zijn eigen tent op te richten. Dus op dat moment was het eigenlijk een beetje het kleine schoonbroertje van Ablinks. En over Argenix werd gewoon niet geschreven en hoorde je niks. Dus ik als analist toen, ik bekeek ook Argenix en ik vond eigenlijk Argenix een zeer interessante case hebben. De stuurresultaten die zij konden voorleggen, de medicijnen waarop zij zich aan het toelichten, toespitsen waren, leken super interessant en de CEO leek super bekwaam. En dan zeker na die presentatie te zien, dacht ik echt van oké, dat is eigenlijk echt wel een zeer beloftevol bedrijf. Maar doordat er in de financiële media in België bijna niet over geschreven werd, begon ik een beetje te twijfelen aan mezelf en uiteindelijk heb ik nooit aandelen gekocht van Argenix. Ik had wel aandelen van Ablinks, maar niet van dit bedrijf. Ja, nu is dat een bedrijf met een beurswaarde van meer dan 15 miljard euro, een van de grootste biotechspelers uit Europa aan het worden. En kortom, moraal van het verhaal, je moet altijd je eigen visie volgen, je eigen mening vormen. En als je een zeer goed gevoel hebt, je intuïtie, zegt je iets, dan moet je daar ook naar luisteren. Want dit is eigenlijk een van mijn slechtste beleggingen ooit geweest. Waarom? Omdat ik ze niet gemaakt heb. Dus je zegt, als je daar 10.000 euro aan had inbelegd, enkele jaren geleden, dan had je nu 300.000 euro. Oké, kortom, dat was eigenlijk een klein verhaal dat ik even met jullie wou delen. Bedankt om te kijken en dan zie ik jullie graag in een volgende video. Over en out.